familie van Leo en Ankie. Wat fijn dat jullie hier zijn. Ik wil heel even kort vertellen wat er precies aan de hand is. Want een aantal mensen weten al wat en een aantal mensen nog van niks. Maar ongeveer 2 maanden geleden heeft mijn vader gereageerd op een advertentie die op tv kwam over mensen die veel doen voor de gemeenschap, veel doen in vrijwilligerswerk en eigenlijk daarmee hun huis verwaarlozen. 50, al heb je er 70, klussen zat, want als er veel mensen zijn, dan gaan we ook nog de tuin doen en dan gaan we van alles doen. Dus we hebben mensen nodig. Nou zal je zeggen, ik ben niet zo erg handig in alles, ik ook niet, maar er zijn ook vakmensen bij en die gaan ons aan het werk zetten. Dus mijn eerste vraag aan jullie is, zouden jullie willen meehelpen? Ja. Pieter heeft het verzonnen, dus hij voelt het maar uit ook. Pieter gaat dat doen, maar Pieter heeft al 3 nachten niet geslapen, dus we moeten Pieter al een beetje helpen. Er zijn een aantal dingen die moeten geregeld worden. Hans is al toch mee? Ja, nee, Hans is al met de camera ploeg naar binnen geweest om de pijnpunten aan te geven. Wat er moet gebeuren is dat Ankie, Leo en Leroy weg moeten. Dat lijkt me logisch. Ze krijgen niks te horen van tevoren, ze worden verrast als ze terugkomen. Ze weten van niks. Ze gaan vrijdagochtend, moeten ze weg. We zijn nog heel erg in dubio hoe we dat gaan doen. En zondagavond om 17:30 worden ze weer terugverwacht. Want dan wordt er met van alles en nog wat, worden ze binnengehaald met een grote feest. Ik heb nu net hier een kaart neergelegd. Het lijkt mij leuk als we ze een lang weekend aanbieden om ze weg te krijgen. En Ankie is vrijdagjarig, dus hoe leuk is het als ze dat van de week krijgt van al haar vrienden. Lekker een lang weekend weg. Ik heb de circuitdienst van zondag van Leo al geregeld. Die is al weggegeven aan een ander. Want anders zegt hij, ik moet met circuit staan. Is geregeld. Dus dat is het eerste. Ze moeten weg. Daar zijn wij druk mee bezig om wat te boeken. We moeten ook zeker weten dat ze precies weer om 17:30 terug zijn. En niet denken van kom, het is slecht weer. We gaan om 3 uur al terug. Want dat is een probleem. Dus volgende week vrijdag om 8:00. Moeten ze het huis uit. Leo, 's morgens om 8:00, Leo en Ankie en Leroy gaan het huis uit. 2, vrijdagmiddag, beginnen we met klussen. Dan worden eerst alle helpers ingelicht. En daar is ook Natasja Vroger bij, die daar het nodige zal vertellen. De aannemer, stylist, architect, alles is erbij aanwezig. Dan gaan we om 1:30 beginnen met het leeghalen van de woning. Dat betekent de keukenkastjes, meubels, alles wat er is. We praten over begaande grond en de badkamer boven. Dat moet allemaal leeg. Daarvoor ben ik nu bezig met Baars verhuizingen. Om daar met een grote vrachtwagen te staan waar alles in kan. Er staan ook de nodige verhuisdozen meteen. En dat gaat allemaal naar de remise toe. En dat wordt daar opgeslagen. Ik heb met hun afgesproken dat die interviews zullen plaatsvinden in de renningspost Ernst Brokmeijer. Dan hebben ze strand en zee op de achtergrond. En dan kunnen ze rustig ook al slecht hier binnen filmen of buiten filmen. En dan gaan de mensen heen en weer gereden worden? Ja. Op de locatie moet ook geïnterviewd worden. Dus Natasja loopt er voortdurend rond met een cameraploeg. Maar ze willen graag dat dat niet in het huis gebeurt of direct de tuin of kantoor. Want dat geeft geluidshinder met al het materieel. Dus ze zoekt een locatie op 80 meter afstand, binnen 80 meter afstand waar ze naartoe kan. En waar ze ook de camera toestanden kunnen achterlaten achter slot en grendel. Ik weet nog niet waar. Goed is te weten, het gehele weekend zorgt RTL voor koffie, fris, water enzovoort. En ook voor de lunch en de snacks. Het gaat om kleine snacks die de hele dag door tot rond 4 uur. Om 4 uur is er een wat groter hap, georganiseerd door RTL. Het avondeten komt neer op vrijwilligers. Misschien is er een van de wat minder handige personen die een flinke pan soep of spaghetti op de derdes kan maken. Alsjeblieft, maak vanavond ook foto's en filmpjes. Want het is leuk om later terug te zien voor Ankie en Leo. Maar RTL wil die films ook incorporeren in hun programma van een uur. Ik weet niet wanneer ik het uitgezonden, maar het is een uur televisie dat uitgezonden wordt. Hoe gaan we het straks aanpakken met tante Han en tante Nel? Want daar, iedere dag koopt ze voor tante Han. En ze gaat boodschappen doen voor tante Han en tante Nel ieder weekend. Goeie vraag.
Heb je hem? Ja. Kunnen we niet tegen Leo zeggen dat we een weekendje weg doen voor Anke's verjaardag? En dat hij dan al erop let dat Ankie niks plant? Ja, het enige is dat het een beetje kort dag is. Maar je hebt gelijk hoor. Maar ik bedoel, het is nu al donderdag en het is voor volgende week vrijdag. Dus het is heel kort. Nee, maar ik denk dat we dat aan Kevin en Wesley moeten overlaten. Dat doen. Ik ga niet mijn ouders weggeven. Nee, dat gaan wij regelen. Ik regel dat. Ik breng. Nee, wij hebben hun gewoon nodig. We hebben hun. Ja, nee. Want ik ga gewoon aan mijn werk. Ja. Anders ja. Tot dan doen. Tot de tol weggaan, hè? Want ze gaan natuurlijk nooit zonder oma weg. Nee, maar goed, dan kunnen we oma toch meenemen. Oma meenemen naar Beekbergen. Nee, oma gaat niet. Nee, goed. Nee, ik heb het koor pas gisteravond laat, denk ik, gemaild. Ja. Ik heb wel van Martine al. Martine die wil komen helpen. Maar voor de rest heeft denk ik nog niet iedereen zijn mail gelezen. Dus ik weet ook nog niet wat daar vandaan komt, zeg maar. Ik hoorde van Martine, het is een beetje gestold op dat Amerikaanse programma. Ja, helemaal. Maar als jij een vormgever hebt of een binnenhuisarchitect, die zegt dan mevrouw Jansen, dat worden helemaal geen roze tijgervlekken. Dat moeten blauwe tijgervlekken worden. Hoe vrij ben ik daarin? Zeg mij avond. Oh. Ja. Nee, is fout. Vul het gewoon in van ik kan 's morgens, middags, 's avonds of 's nachts. Of allemaal. Door een avond. Gewoon met hand even erachter zetten. Ja. Want die lijsten willen ze morgen bij RTL4 hebben. Dus ik moet. Ik heb wel jaren in het bestuur gezeten. Ja. Dus er zijn ook mensen die van de daaruit prima contact met hem hebben gehad. En eventueel wat mee willen doen. Nee, Jeff heeft een eigen aannemersbedrijf. Nee, van Miranda. Laten we het zo even over hebben. Oh, nou, dus kunnen we het samen doen, hoe de tussenstand is. Oh, jij bent ook, jij was de enige die... Overigens, er mag reclame gemaakt worden van RTL als je opeens door een beeld heen leidt. Nou, we gaan de hele dag door het beeld rijden. Oh, gaat er een nieuwe pui ook in dan? Je komt met mijn auto dwars door de voorgevel. Nee. Oude. Zag ik op de tv een reclamespotje van Natasja Vroger dat RTL 4 had besloten om het succesprogramma van Extreme Makeover uit Amerika in Nederland te gaan doen. Gepresenteerd door Natasja. Joop, Natasja. Ja, Natasja. En je kon je daarvoor aanmelden. Ik heb dus gezocht op met mijn gebrekkige kennis van computers. En kreeg een codewoord, een paswoord en heb daar een aantal velletjes ingevuld van ja, nee, ja, nee, ja, nee. En weet ik veel. Dus bij ons thuis is er voor ons een vergadering geweest. En daar waren een zestal mensen aanwezig. Die zijn allemaal gefilmd en zijn uitgehoord en gevraagd of het inderdaad zo was. Vervolgens werd ik een dag later gebeld dat dat met de regisseur was besproken. Uitermate interessant en dat ze gestegen waren naar de top 5. Vervolgens werd ik gebeld van ja, nu gaat het echt lopen. We willen morgenochtend willen we het huis gaan opnemen, bekijken. Of het inderdaad zo is, foto's maken. Dus Kevin heeft zich ziek verklaard. Is thuis gebleven om de ploeg op te vangen. Belde vervolgens een half uur van tevoren in paniek op. Van ja, pa is er nog steeds. Ik zei ja, dat weet ik, maar die gaat om 10:30 weg. Dat Rob ten Katen, die heeft met hem afgesproken om een trap in Brabant op te halen. En dat duurt heel lang voordat hij weer terug is. Leo is geen klusser. Leo is een vakman. Laat ik dat steeds voorop stellen. En dat zegt RTL 4 ook. Ze hebben die trap bekeken. Ze zeggen dat is een kunststukje wat hij daar gemaakt heeft. Leo is een vakman. Het is geen klusser. Het is echt een bouwkundige. Puur zang. Dus alleen maar complimenten aan Leo. Nee, als we nog even gaan we lekker. Eentje verder. Nee, volgende tuin. Ja, oh, de volgende tent. De party tent. In de tent. De party tent. Hebben jullie daar de kapietje? Ja, de kapietje.
Morgen, Klaas, wat is hier aan de hand? Ja, Rob, het is een hele grote verrassing voor de familie Miezenbeek. We gaan Welcome Home doen hier zo. Dat is een televisieprogramma. En nou, ik wil niet zeggen veel, maar het halve huis gaat verbouwd worden. Fantastisch. Ja, dus we komen hier zo geloof ik met zo'n 60 man bij elkaar. En die gaan allemaal klussen. En zondagavond moet het klaar zijn. Nou, we gaan het zien. We gaan ons best doen. Kom met bloempotten. Ja. En één kapot al. Yes! Ja, dat is goed. Dat is prachtig. Ja. Die moeten zo meteen weer erin. De dames van de productie gaan jullie straks allemaal brieven en vertellen hoe en wat. Maar ik heb even wat praktische mededelingen. Punt 1. We zijn te gast in tuin 8, 10 en 12. En de vraag is of jullie allemaal de peuken ergens in een asbak kunnen doen en niet straks op de grond. Want het is zo vervelend. Deze mensen zijn op vakantie. We mogen hun huis gebruiken en hun tuin, maar het is zo onaardig als die peuken er allemaal liggen. Ja, dan komen we hier terug. We komen daar tegen de bomen aan te staan, dus dat kan ook allemaal gebruikt worden. Komt allemaal goed. Om 12 uur komt het huis, auto. Er zijn dozen die staan al hier bij het zomerhuis. Ja? Ja, licht. Ja, hier moet ik in. Ja. Hey, Martien. Hallo, ik ook voor. Hi, Loes. Ja, een korte van mijn nodig. Een setje. Waar staat een setje? Ja, een korte van. Van wie? Van die hele mooie pui. Oh, van die hele mooie pui. Geef me een moker. Ik wil slaan. Samen met Martine. Voordat wij echt van start gaan, heel even wat dingetjes roepen die even van belang zijn voor komend weekend. Allereerst echt super fijn dat jullie met zo'n grote groep zijn. Ik word er helemaal blij van. Dus dat is de eerste mededeling. Verder even wat praktische dingetjes. Jullie weten natuurlijk dat er tv gemaakt wordt. Jullie hebben ook allemaal getekend voor de contracten. De klinken. Ja, klinken. My life. Gaan wij voor, maar... Oh, ja. Oké. Okay. Wat je wil. Leroy. Kamer Leroy. Wij gaan beginnen hier met... Dus jullie zetten hier meer dozen neer. We hebben iets van papier om, Klaas. Ja, er zou interpapier komen. Ja. Waar is dat? Het is wel hier. Dit zijn de etiketten. De dozen. Ik wil wel even smidden hier, hè? Ja, maar ik dacht
Wil je wel even kijken? Ja, zijn wij vanille. Dat zijn Paulus en dit zijn de sweaters. Oh, afgegeven bij Natas. Heb jij toevallig de sleutel van het Rode Kruis bij je? Ja. Mag ik die hebben? Ja, ligt voor in mijn auto. De auto staat op de Kiss and Ride. Ik blijf er weer op, wil ik. Oké, we hebben de met u moe? Ach, die weegt
Laat maar naar binnen brengen. En in één keer. Ja, die kant op. Kijk maar. Oh, dan moet die uit. Kijk uit. Ja, zit er erin? Nee, eentje niet. Gaat je er nog wat vinden? Okay. We gaan een veer het weekendje tegemoet. Er moet aardig van gepresteerd worden. Ik zal even in grote lijnen vertellen wat we gaan doen en waar we rekening mee moeten houden en wat gewaardeerd wordt. Een van de dingen wat wij wel waarderen in deze is een stukje veiligheid. Met gereedschap daar, dan kan je daar gehoorbescherming krijgen en je kan veiligheidsbrillen krijgen. Ik begin dan gelijk even met de klussenbus. De klussenbus is de bus waar alle gereedschappen in staan. En dan praat ik over de elektrische gereedschappen. Nee, jullie past niet. Duidelijk. Dat is een stekkerapparaat. Kijk, dat is een stekkerapparaat. Oh, ja? Gaat die heen? Die kant. Kom van waar de rest ook heen is. We kijken bij de bus wel waar die heen moet. Oh, wat zie ik hier nu? En die tweede ook? Foto. Ja, sta ik er goed op? Hallo. Hallo. Ben je kijk naar de locatie? Ook al een dat de hand gaat door een waterbak heen. Het water wat hierin zit, dat zorgt ervoor dat die lijm gereactiveerd wordt, een soort met omlijm. En dan is het een kwestie van er doorheen trekken. Op het moment dat we gaan plaatsen, hebben we hier niks van. Het valt weer een stukje naar beneden. Ja, weet je, dat is het precies wie heeft maar volgens mij ben je wel een klusser, of niet? Want je hebt ook een klus gedaan, toch? Ja. Kan ik tegen al die hectiek, al die mensen geconcentreerd, hè? Ja, en dan zal door zit, even dadelijk zo langs kijken of het goed strak is. En dan de volgende er gewoon stuiten tegenaan. Dat is ook een zaakje op. Ja. Staat bij de klusbus. Ja. Waar ga jij? Mensen die hebben niks te doen, hè? Even. Of schuren. Schuren. Hou eens op, ja. Hey schat. Wat was jouw naam over? Hans. Ja, ben je bang? Ja, dat is anders. Zelfgemaakte doodkist. Zoiets. Zeg maar.
Oh, gaat breken. Kast. Nou, hier staat het. Het is yes, dus Nee, ik kan niet. Hier moet je afgegaan. Ja, maar er komt een bocht op. Een haakse bocht, want anders kan je niet. Dus er gaat een verloop op. Uitwakken. Dat ga jij niet halen. En die de verloop gaat worden die malaar. Uitwakken. Ja, maar die plinthoogte van de keuken is ook niet veel. Nee, nee, hak hem maar uit, maar ik denk dat het maar één aan, die kunnen gewoon doen weer. Dit kan dan in de. Oh, maar dit kan ook weg dan. Ja, dat kan ook weg. Hier. Ik vind het zo lief van jullie. Thank you.
Wie? Gewoon, die hoor je overal. Oké, nou, dan zal ik het even zeggen. Waar komt het wel even vandaan? Die is niet afgekeurd, nou voor ons wel. Ja, zo terug naar de hoofdrust buiten de week. Je hoort het niet in ieder geval. Doe iets. Ja, dat is het. 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 Iedere keer denk je, hoor maar een mond. Ja. Alles. Hier aan het plafond zitten, je kent elke man, je kunt door. Ja, dat is wel lekker. Normaal is hij natuurlijk gewoon hakken. Is er ook thee? Iedere keer zei ik, Jopie, het is niet de bedoeling dat je alles, want er zei ik een muziekje. Het zei Jopie, het is niet de bedoeling dat je alles in één zin vertelt, want we hebben het heel goed gedaan. Wil je het kwijt? Ik wil het glimlach. Ja, maar het is gewoon niet naar mijn zin. En dat vind ik echt zo niet leuk. Of, kijk maar, ik ga zo gewoon weg. Wat een service. Ja, ik heb je vanmorgen gezien komen. Maar dat zeg ik. Maar volgens mij had je ook een ander shirt aan gisteren. Ja. Ik heb maar één kwast, ik moet nog kwastje. Nee. De huid is keurig, dames. Hè? Keurig. Die zijkant die moet. Oh no. Ja. Zo'n soort platte kwast. Een platte? Ja. Brede platte kwast? Twee graag. Twee. Eentje met een bochtje naar beneden. Hier zo'n studie 5. Er kan geen dek op. Jawel, doen we gewoon dek voor. En die doen proppen ze boven het plafond. Ja, dus deze komt hier. Gaat goed? Ja, bijna. Moet je wel even het hart uitmeten. Waar is het goed? Ja, Jeroen, zie Jeroen. Oh, moeilijk. Zo. En wat gedeelte moet eruit? Kriebelspul. Alles. Alles? Ja. Gaan we naar de ketel brengen. Ah, kijk, hier op die doos die er recht overheen staat. Bovenop onder het plastic. Oh, kijk. Dan zit je vast. Nee, maar. Planning maar op. Op je flexibel. Op je flexibel. Klein minuut op de flexibel. Ja. Uit 40. Want dan gaat hij strak in namelijk. Heb je schuif op 40? Ja, dat gaat niet. Als je een stopje krijgt, dan... Het gaat ook niet. Ja. Hij komt ook niet in die rubber. Heb je schuif een rubber? Hij gaat op 40. Sorry. Kijk eens. Oh, er komt niks uit.
zo. Nee. Kast. Ik ben blij dat hij er weer is, eigenlijk wel. Het is het in. Ja, wilt u een bakkie? Ja, dankje. Laat een bakkie. Je staat ook in de hele ding. Is mooi, meneer! Beton of zo'n lekker bezig. Nee, dat is niet ook. Misschien moeten we even afstellen. Kijk of we dit even zien. Ja, ik heb het niet. Ik heb Ja, maar dat is bewijzen. Ja, waarom bedoel ik? Maar 15. Nee, hij moet eruit. Ja, dat lukt niet, want soms het leven gewoon een stuk doorwerken. Jullie gaan weg! De kleur!